Zondag liet NEC wederom 2 punten liggen in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Toch was er ook goed nieuws te melden afgelopen week uit de Goffert. Matthias de Wolf is eindelijk aangesloten bij de selectie na zijn rugblessure. Tijdens zijn revalidatie verbleef hij in België, maar hoe volg je daar dan je nieuwe club? Nou, uiteindelijk in België zelf was het eigenlijk moeilijk om te volgen. Maar dan via een app kon ik eigenlijk altijd de wedstrijd opnieuw kijken. Dus meestal was het eigenlijk de dag daarna, dag na de wedstrijd, of 2 dagen na de wedstrijd, dat ik gewoon de wedstrijd probeerde te kijken. Ja, ik keek gewoon de wedstrijd, ik keek naar de ploeg. Mij was het natuurlijk al een beetje jammer, dan denk je van ja, ik wil erbij staan. Maar uiteindelijk werd ik gewoon om dan hier terug te staan. Dus ben ik deze week ook al training mee op veld gaan en zo. Ik heb alles meegedaan buiten duels, wedstrijdvormpjes. Maar eerlijk gezegd ben ik eigenlijk gewoon super blij dat ik op het veld terug sta, ook bij de groep. Het is fijn dat je eigenlijk ook eindelijk kan integreren in die groep zelf. Wat uiteindelijk toch wel gewoon het belangrijkste is. Ik ben gewoon echt blij dat ik op het veld sta, terug die bal kan voelen en zo. Ja, dat is fijn gewoon. Matthias is deze week aangesloten bij het elftal en kon tijdens de training gelijk laten zien wat hij in huis heeft. Ook trainer Rogier Meijer is blij dat Matthias eindelijk is aangesloten. Ja, zeker. In eerste instantie voor hemzelf. We hebben best wel een traject achter de rug op zo'n jonge leeftijd. Is een talentvolle speler, positieve jongen. En wat dat betreft zijn we blij dat hij erbij is.